VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Dus wat dat betreft ben ik blij dat er niemand weg wil, weg moet en dat we dus ook niemand hoeven te halen. Geen nieuwe spelers voor VVV deze winterstop. Straks meer daarover. Verder ADO-VVV, de nieuwjaarsreceptie, natuurlijk de top 3. Maar eerst terug naar het trainingskamp in Den Haag. In tegenstelling tot bijna alle andere teams in de Eredivisie overwinterde VVV, net als de laatste jaren, in eigen land. Geen zon en warmte dus voor de Venlonaren vorige week in Den Haag. Ik vind vaak zo die zonnige orde, daar moet wel alles kloppen. En dat klinkt vaak mooier. Je ziet allemaal plaatjes van spelers lekker in de zon trainen en of aan een zwembad zitten. Nou, dat is, als het allemaal past, dan is het ook goed. Maar dan moeten de vluchten goed zijn. Dan moet je ook je trainingsschema daarop inpakken. Maar vaak ben je ook 2 dagen kwijt of je moet 's nachts reizen. Dus ja, ik kies er dan voor om in Den Haag te blijven. Dan kost het me geen trainingsdagen. Dan kan ik het allemaal prima invullen. Je kunt daar ook een aantal leuke activiteiten organiseren. Je bent toch bij elkaar. Dus ja, of je daar nou voor 4 uur in de vliegtuig zit of 2 uur in de bus, dat is allemaal niet zo spannend. Kijk je dan niet met een jaloerse blik naar voetbalcollega's die in warmere oorden zitten? Nou ja, natuurlijk dus het zou lekker zijn om een weekje lekker naar de zon te gaan natuurlijk. Ja, wie vindt dat niet? Maar ik denk dat het prima is zo. Want die andere teams komen dan terug en dan hebben ze daar met 20 graden gevoetbald en dan komen ze hier in de kou. Ja, wij hebben gewoon alleen maar in die kou gevoetbald, dus we weten wat er komen gaat. Wie weet is dat een voordeeltje? Ja, ik denk het wel. Klein voordeeltje. Alle kleine beetjes helpen, denk ik. Tot zover niets nieuws dus. Wat wel anders is deze winterstop, is dat er geen spelers weggaan of bijkomen. Tenminste, daar ziet het niet naar uit. Dat betekent dat we het in juni of in juli prima voor elkaar hadden. En het nog steeds hebben. Tuurlijk, je hebt een aantal spelers die niet spelen en die willen graag spelen. Nou, daar hebben we mee gesproken. Nou, die hebben ook geen enkele intentie om weg te gaan bij de club. Die hebben het naar de zin. Die vinden het fijn. De club is goed, het team is goed. Alleen ja, zij willen graag spelen. Maar goed, dat weet je bij andere clubs ook nooit. Dus ze zijn tevreden en ze willen voor hun plek knokken. En dat is in ieder geval een heel goed teken. En ik ben heel tevreden met deze groep. Ik vind dat we in de breedte sterker zijn dan vorig jaar. En dat we echt gewoon 20 gelijkwaardige spelers hebben. Als er ergens wat gebeurt, dan kunnen we dat goed opvullen. Dus wat dat betreft ben ik blij dat er niemand weg wil, weg moet. En dat we dus ook niemand hoeven te halen. Nee, niemand halen hoeft niet, zeg je. Maar misschien een buitenkantje wat zich voordoet? Nee, ook niet. Nee, ik ben heel tevreden over deze groep. En wat mij betreft houden we die zo intact. Maar goed, je weet nooit wat er gebeurt. Hè. Er kan altijd ook bij ons nog eens iets gebeuren dat ze iemand weghouden. Dus we hebben wel ons huiswerk gedaan, mocht er iets gebeuren. Maar dat ziet er niet naar uit in ieder geval. Nee, er zijn wel spelers die wel zich in de kijker hebben gespeeld volgens mij in de eerste seizoenshelft. Ja, er zijn natuurlijk twee spelers die heel erg in de belangstelling staan. Met name in de pers en die het ook hartstikke goed doen. Dat Susic en Malappa. Maar dat moeten we afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Maar ik hoop dat we die nog in ieder geval een half jaar in Venlo houden. Want dat zou wel een heel erg jammer zijn als die jongens nu tussentijds weg zouden gaan. Susic zou in de belangstelling staan van FC Groningen. Voetbal International schreef dat VVV een transfersom met 7 cijfers wil hebben voor de slimme spelverdeler. In de Koel werd maandagavond de nieuwjaarsreceptie van VVV gehouden. Het grote nieuws was de nieuwe naamgever voor het stadion. Vanaf heden heet het stadion Covebo Stadion de Koel. En daar zijn we ontzettend trots op. En het biedt ons ook weer commercieel meer mogelijkheden. Hè. We zijn altijd aan het kijken naar groeipotentie. Nou, met Covebo hebben we een partij in ons midden die er in ieder geval voor zorgt dat we ook commercieel weer verder stappen kunnen zetten. En dat is voor een club als VVV natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, naamgeving voor het stadion. Covebo was al sponsor van jullie. Wat levert het jullie nou precies op dit? Ja, nou goed, in ieder geval hoop ik dat je begrijpt dat ik niet inga op bedragen. Maar het mogen duidelijk zijn dat het voor VVV een substantiële bijdrage betekent. En nog veel belangrijker is dat Covebo ons in staat stelt om verder commercieel te groeien. En we moeten het vooral hebben van sponsorinkomsten. Nou, dit is een hele belangrijke inkomstenbron. We hebben met Sicon, want dat moet ik erbij zeggen, we hebben dat met Sicon een zeer goed overleg gedaan. Want Sicon was stadionnaamgever. En we hadden ook al inmiddels al een nieuwe overeenkomst met Sicon gesloten. Maar het tekent vooral de betekenis.
betrokkenheid en loyaliteit van onze hoofdsponsor. Dat men ons in staat stelt om dit soort nieuwe kansen te pakken met Covebo. En ja, voor ons is dit gewoon heel, heel goed nieuws. Want een club als VVV moet het hebben van sponsors. En ook hele grote sponsors. En die liggen niet voor het oprapen. Dus we zijn ontzettend blij met deze gesten van Covebo. Toch telt de gehele businessclub van VVV momenteel een record aantal sponsoren. En gaat het de club dus niet alleen sportief, maar ook commercieel voor de wind? Nou, meer dan 400 bedrijven die zich inmiddels aan ons verbonden hebben. Dus in allerlei segmenten, van groot tot klein. Iedereen moet zich hier thuis voelen. Maar iedereen moet hier de mogelijkheid krijgen om verbindingen te leggen, contacten te leggen. En dat lukt ons heel erg goed. Dus hele mooie bedrijven, zoals gezegd, groot en klein, verbinden zich in onze club. We zorgen voor goede bijeenkomsten. Natuurlijk het voetbal zelf, de wedstrijden waar je met relaties naar Eredivisie voetbal kunt. Maar ik denk vooral het allerbelangrijkste dat we de belangen van onze sponsors goed proberen te behartigen. En dat doen we met een zeer betrokken en enthousiast team. Hoofdsponsor Sikon werd op de nieuwjaarsreceptie benoemd tot eresponsor om het bedrijf van oud-voorzitter Hai Berde te bedanken voor de jarenlange inzet. En dan nog opmerkelijk nieuws op sportief vlak. VVV probeert deze zomer opnieuw een Japanse speler naar Venlo te halen. De Venlonaren hopen op een herhaling van het succes dat de club had met Keisuke Honda en Maya Yoshida. Dat is niet meer zo gemakkelijk als destijds, hè, toen in de tijd van Honda. Maar we zetten daar wel wat stappen en hebben onze antennes uitstaan. En uiteraard kijkt onze staf daarnaar of de goede speler is met potentie. Maar het moet ook iemand zijn met verkoopmogelijkheden in de toekomst. Hè, maar daarnaast ook voor ons imago. Ik denk dat heel erg belangrijk is. We hebben door de laatste jaren heen hebben we onze relatie met Japan in stand gehouden. Het is goed gegaan. Alleen, wij waren niet in staat om ook weer spelers hier naartoe te halen. Omdat we natuurlijk een aantal jaren in de eerste divisie gespeeld hebben. Nou, nu het de club wel beter gaat, ben ik toch aan het bekijken samen met een aantal mensen of we daar toch weer in slagen om zo'n interessante speler naar VVV te halen. En ik denk dat het VVV nooit windeieren heeft gelegd. Sterker nog, ik denk dat het zowel sportief, maar ook commercieel heel erg interessant is. Tot slot, hoewel VVV het als nummer 8 van de Eredivisie uitstekend doet met het kleine budget, waarschuwt directeur Marco Bogos met het oog op de toekomst. Ik wil ook benadrukken dat we daar iedereen bij nodig hebben. Dat het niet zo kan zijn dat alleen gekeken wordt naar de club. Onze hele achterban, iedereen hebben we daar keihard bij nodig. Om ook in de toekomst de Eredivisie te spelen. Want met een begroting van 7,5 miljoen lijkt me dat voor de langere termijn niet realistisch. Je ziet ook dat clubs in de top van de keukenkampioendivisie er goed voor staan. Kijk, clubs zoals bijvoorbeeld een FC Twente, wat het goed doet, Den Bosch. Daar zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Fortuna Sittard doet het goed. Dus we mogen onze ogen niet sluiten voor allerlei ontwikkelingen in de markt. Waar clubs verder ontwikkelen en doorgroeien, dat moeten wij ook doen. We kunnen niet achterblijven en zeker niet stil blijven zitten. VVV gaat zaterdag wederom richting Den Haag. Nu voor de competitiewedstrijd tegen ADO. Voor de Venlonaren bijna een thuiswedstrijd, zou je zeggen, na een trainingsweek in het stadion van de tegenstander. Ja, bijna wel. Voor mij zeker, omdat ik daar natuurlijk een aantal jaren gewerkt heb. Maar ook de spelers die hebben daar vaak een trainingskamp gehad, maar hebben er vorig jaar gespeeld. Dus we hebben nu ook alweer een week hier getraind. Het is allebei kunstgras, dus ook dat is niet zo spannend. En anders is er misschien andersom wel een voordeeltje. Er zullen vast wel wat spiedende gezichten van ADO geweest zijn bij de trainingen van VVV in Den Haag. Ja, joh, maar we hebben toch tegenwoordig zijn er in de Eredivisie heb je toch bijna geen geheimen meer voor elkaar. Je kent alle spelers, je hoeft maar om een knop te drukken en je krijgt alle informatie en over speelwijze en over individuele kwaliteiten. Dus nou, dat zou mij wel verbazen als ADO onze spelers en onze speelwijze nog niet zou kennen. Maar dat is niet zo. Je gaat wel een ADO treffen, denk ik, wat de zaakjes beter op de rit heeft dan toen ze hier naar Venlo kwamen. Goed, die wedstrijd hier die hebben wij gewonnen. We kwamen natuurlijk ook heel goed de wedstrijd. Hè. Binnen een minuut hadden we al een penalty en een doelpunt. Ja, dan wordt het voor een tegenstander altijd lastig als je dan achter de feiten aanloopt. Ik denk dat ADO ook gewoon een prima elftal is. Staan één plaats onder ons, volgens mij 3 punten. Maar, en die zullen zich ook richten op plek 9 tot en met 12, 13. En daar is ook gewoon rust. Ze hebben een goed elftal, ze hebben een prima staf. En ik hoop dat we ons in ieder geval kunnen meten zaterdag met ADO. En ik denk dat we redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Dat is vorig jaar gebleken, dat is dit jaar gebleken. En vaak is het ook wel de vorm van de dag wat doorslaggevend, denk ik, in dit soort wedstrijden.
De ziekenboeg van VVV stroomt gelukkig leeg. Oenerstal, Post en Suntjes, die de laatste wedstrijd van vorig jaar misten, zijn weer terug tegen ADO. Alleen Kum en Jansen zijn waarschijnlijk nog niet inzetbaar. Vooral de laatste dagen gaat beter. Vandaag eigenlijk zo goed als alles meegedaan. Dus vandaag zag het er heel goed uit. En dan even afwachten hoe ik me morgen weer voel. Maar het gaat nu echt de goede kant op. Ik kom nu steeds meer richting de groep. Dus, Je hebt er zin in, denk ik? Ja, het is altijd lekker. Zeker als je 8 weken niks met een bal hebt gedaan. Om dan weer op het veld te staan. Lekker tegen die bal aan te trappen. Dat is lekker, ja. VVV staat dus 8e in de Eredivisie. Grote vraag is of het team zich kan behoeden voor een terugval zoals ze die vorig seizoen kenden na de winterstop. Ben jij er bang voor? Nee, totaal niet. Ik denk dat we dit jaar een veel bredere selectie hebben dan vorig jaar. Vorig jaar zijn er ook een aantal spelers weggegaan in de winter. Jongens die op de bank zaten en regelmatig invielen. Dat is nu niet, tenminste voorlopig nog niet, het geval. Dus als we nu 2-3 schorsingen of blessures hebben, dan hebben we genoeg goede spelers op de bank om in te kunnen vallen en die er gelijk staan. Dus ik geloof niet dat het dit seizoen nog een keer gaat gebeuren. Nee, absoluut niet. Ja, dat moet je afwachten. We hopen dat we daar op ingespeeld hebben. Ik vond de groep vorig jaar wat aan de magere kant. Zeker in die eindfase waarin spelers eigenlijk op de tenen liepen. Ook omdat het eerste jaar Eredivisie was. Nou, wat dat betreft heb je nu ook alweer een jaar extra ervaring. Dan hebben we die jongens die we gehaald hebben, die ook al jarenlang op het hoogste niveau hebben gespeeld. Dus daar heb je op ingespeeld. En je moet dan uiteindelijk beter onafhankelijk. Want meer ploegen zoals wij, als die 5-6 spelers missen, dan krijgen ze het allemaal moeilijk. Zeker om dan ook nog wissels in te brengen. Ik was daar niet zo... Ik was blij uiteindelijk dat we ons 3 wedstrijden voor het einde veilig speelden. Maar eerlijkheid gebied ook te zeggen dat de eerste 24 wedstrijden alles onze kant op viel. En ook de laatste 10 ook niet. Hè. We hebben bijvoorbeeld 2 keer bij 0-0 penalty gemist. Ik noem maar wat. Ja, krijg je ook een ander soort wedstrijd. Dus het is voor mij een beetje... Het was een samenloop van omstandigheden waardoor het heel ongelukkig was die laatste 10 weken. Maar ja, met name op spelersgebied hoop ik dat we onze lering eruit getrokken hebben. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennarty. Nu terugleggen, Mlappa en Suntjes. De doorkop is van een speler van Fortuna. En Mlappa profiteert daar geweldig van. Paco Celef is daar gezien. En dan is dit 3-1. En wint VVV deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. Hier Suntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt naar de man uit en schiet die bal binnen. Joosten met de 2-2. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee, want het staat 2-2. En dan gaat er toch met z'n tienen een punt gepakt worden. Er wordt nog afgetrapt, maar dan wordt er ook meteen afgefloten. Iets van venijn en een staart. Met deze top 3 sloten we 2018 af. Fragment 1, het applaus voor T voor zijn stamceldonatie aan een leukemiepatiënt, staat er al 14 weken in en gaat daarmee naar de eregalerij. En deze keer de beurt aan Peter van Ooyen om een nieuw VVV-moment erin te zetten. Dat gaat de laatste thuiswedstrijd worden tegen Zwolle. 2-0 gewonnen, 8e plaats, 23 punten. Hebben het jaar mooi afgesloten. 28e minuut, Susic. En deze is zonder twijfel in de bovenhoek. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. VVV wint met 2-0 van PEC Zwolle. Na 5 wedstrijden zonder overwinning weer eens 3 punten voor de formatie van Maurice Stijn. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.